Het is niet alleen goud wat blinkt en dat weten ze in het Huis van Gein maar al te goed. Sinds dit weekend is de 19e eeuwse inrichting weer iets completer geworden. Maar ja, in een huis waar iemand woont, ja, daar hoort toch ook af een gedekte tafel. En zo'n gedekte tafel moet natuurlijk bestek hebben en andere mooie zilveren dingen. En dankzij de familievereniging Vriesendorp, hebben wij dus het tafelzilver kunnen aankopen voor het museum. De familie Vriesendorp is familie van de vrouw van Hugo van Gein. Zij hebben geld ingezameld en dat beschikbaar gesteld aan het museum. Het zilverwerk van Van Gein is zelf verloren gegaan. Toch is het museum blij met deze vervangende aanwinst. Het is ontzettend belangrijk, want daarmee kunnen we het huis weer huis laten zijn. Dan kunnen we de tafel dekken zoals het hoorde voor de Van Geins. Dat was een familie op stand en die gaven diners. Dat was heel erg belangrijk in die 19e eeuw. Dus tafelzilver is essentieel. En wie bij dat zilverwerk alleen maar denkt aan een mes, een vork en een lepel, die heeft het goed mis. We hebben ook nu een viscouvert, flessenbakken, kandelaars en het pronkstuk, het tafelstuk of het pièce du milieu, zoals het zo fraai heet. Ja, dat was eigenlijk het pronkstuk van de tafel. Het staat ook in het midden, dat is niet voor niks. En daar stond dan bijvoorbeeld vruchten in of bloemen. Het was eigenlijk een soort van prachtige schaal die indruk maakte. En tegelijkertijd lag er fruit op voor het dessert bijvoorbeeld. Wat het servies gekost heeft, wil het Huis van Gein niet kwijt. Het is kostbaar en essentieel. En we zijn ontzettend blij mee dat we dat geld hebben kunnen krijgen voor de fantastisch mooie tafel nu hier.